Philip, volgens mij heb jij bijzonder nieuws voor de Almelopers en voor heel Almelo. Ja, dat klopt. We hebben vanmorgen te horen gekregen vanuit Europa Run dat we starten in Nederland. En dat zelfs de startlocatie, het vliegveld, de vliegbasis Twente is geworden. Dus we starten vanuit Enschede en dan is er een Noord- en een Zuidroute. En de Noordroute doet weer Almelo aan tijdens de doorkomst op Eerste Pinksterdag. Dus daar zijn we helemaal blij mee. Dat is heel erg mooi. En we staan niet voor niks op de markt, hè? Want daar komen ook nog nieuwe dingen, heb ik gehoord. Ja, de doorkomstcomité Almelo heeft de route nog iets verlegd in de binnenstad. Dus de route wordt nu van langs het kanaal en dan langs de brandweerkazerne. En dan komen we langs het Nieuwe Water, langs het gemeentehuis, over de Nieuwe Markt die achter ons is, komen de binnenstad binnen. Dus dat wordt weer een uitdagende en leuke, gezellige route. Juist, dus met Pinksteren dan moet heel Almelo weer hier present zijn. Dan wordt het weer een geweldig feest. Ja, absoluut. We rekenen en hopen op heel veel toeschouwers die ons komen verwelkomen. Maar naast jou daar staat nog een Almeloper. Dat klopt. En dat is, zeg het maar even... Anke Harbers. En Anke, volgens mij ben jij een van de vrouwelijke deelnemers die meedoet. Klopt dat? Of ja. Ben je de enige? Ik ben de enige. Enigste loper. Enigste loopster. Binnen het, de rest zijn de mannen. 7 mannen en 1 vrouw. En hoe hou jij daar stand? Door heel hard te gaan lopen. Nee, dat gaat wel prima. Ja, en hoe ben jij er zo toegekomen om ook bij de Almelopers te gaan? Ik ben wel 3 jaar geleden gevraagd door een medeloper destijds. Die vroeg of ik bij het team wilde komen om mee te doen met Europa Run. En ik voelde me zeer vereerd dat hij mij vroeg. Dus ik heb daar gelijk ja op gezegd. En ben zo hier bij de Almelopers gekomen. Maar helaas nog geen Europa Run gelopen. Dus ik hoop toch echt dat dit jaar de Europa Run doorgaat. In ieder geval voor mij. Dat ik hem een keer kan lopen. Dus ik denk 3 keer scheepsrecht. En jij gaat hem halen tot Rotterdam? Dat is wel gewoon de bedoeling en intentie. Zeker. Ja. Daar train ik voor.